Lisette, we gaan het hebben over deze prachtige foto's die jij maakt. Dankjewel. Want jij bent bevallingsfotograaf. Misschien moet je even aan Joost uitleggen wat dat is. Nou, ja, het is eigenlijk de schoonheid van de bevalling. Dus niet het horror wat je normaal denkt bij een bevalling. Als ik aan mensen vertel van ik ben bevallingsfotograaf, dan kijken ze me ook vaak aan van heel niet goed. Ja. Maar nee, het is echt de schoonheid, de emoties en de liefde eigenlijk tijdens de bevalling die je vastlegt. Dus jij volgt een paar, dat zien we hier ook in deze prachtige foto's. Je volgt papa en mama En de komst van de baby. Maar echt wel, want ja, je zegt niet de horror, maar ik zie hier toch echt wel, ja, het zijn zwart-wit foto's. Ja. Ik ben zelf niet zo heel goed in, ik kan niet zo heel goed tegen bloed. Maar dit is toch wel bloederig. Het is wel het moment supreme, maar dan van de zijkant. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, het is ook bloederig, maar dat zijn vaak de momenten dat de expressies op zo hoog zijn. Dus dat is wel gewoon heel gaaf om vast te leggen. Lisette, waarom willen mensen foto's van hun bevalling? Ik denk, het is nieuw. En op het moment dat ik bevallingen online heb gezet, vooral op Facebook, kreeg ik zoveel reacties van moeders die zeiden, kan dit? Jeetje, had ik maar de emotie van mijn man vastgelegd. En zoals afgelopen week hebben we dan Bobby Eden gefotografeerd. Ja, nou die kennen we vast allemaal wel, hè? Ja, Bobby Eden, de pornoster. Ja, flauw gezegd, de meeste mensen betalen om naar haar te mogen kijken. Maar ja, ik kreeg betaald. Ja, ik kreeg betaald. Ja, nee, superleuk. Ja, en dan, ja, als je dan ziet dat je bij zulke momenten aanwezig mag zijn, dat is zo gaaf. Ja, en zij heeft ook zoiets gehad van, camera-gêne is al lang te zoeken, ver weg te zoeken bij haar. Bij een pornoster die weinig camera-gêne waarschijnlijk. Dus ze had zoiets van, leg maar vast en ik ben benieuwd wat eruit komt. En hoe komen die mensen dan bij jou? Want jij bent ook bijvoorbeeld van Kim Kutter, bekende hier uit Losser. Die heeft ook net een kleine gekregen. Ja, klopt. Ook die bevalling heb jij mogen vastleggen. Hoe komen die mensen dan bij jou? Zij is bij mij gekomen via een foto dat een kindje in de lucht werd gehouden. En die ging eigenlijk zo viral dat zij zoiets had van, wow, wat gaaf. En haar vader had daarop geattendeerd van, is dat niet wat voor jou, Kim? Wil jij dat niet? Dat is echt iets nieuws en dat past wel bij je. En toen heeft Kim gezegd van, laten we contact opnemen met Lisette. En misschien wil ze dat wel voor ons doen. Dus toen hebben we contact gehad en heel nauw naar de bevalling toe heb je ook heel veel contact met elkaar. Ja. Ja, en dan, dus nu komen eigenlijk bijna alle BN'ers en alle celebrities komen bij jou aan het adres om de bevalling vast te leggen. Ja, wel veel. Dus dat is wel echt veel? Gaaf. Ja. Maar je mag ze vast niet allemaal noemen, of wel? Nee, helaas niet. Er komen nog wel heel veel aan, maar het zelf groeit het ook heel erg. Ja, dus want jij bent inderdaad, je bent zwanger. Ja, dat is onmisbaar te zien. Nog 6 weekjes. Ja. Wie gaat dan bij jou de foto's maken? Of ja, doe je dat met een selfie stick? Ik heb gelukkig dat mijn zusje, nee, alsjeblieft. Mijn vriend zei ook al, ik doe een GoPro op je hoofd. Ja. Maar lijkt me niet goed. Nee, mijn zusje is er bij en zij heeft me al heel vaak geholpen, dus weet precies hoe mijn camera werkt. En ze is er toch bij, dus dan legt ze het ook vast. Oké, dus die gaan dat bij jou doen. Ja. En medische achtergrond, heb jij dat toevallig? Nee, dat is soms wel een nadeel, want ik heb ook een tijdje geleden een baby gehad die dan blauw eruit komt. En dan ben je ook nog zwanger, dus dan gaan de hormonen al gieren al door je lijf. Dus je stond te huilen in de hoek. Ja, dus je hebt die camera van je gezicht met tranen biggelen over je wangen, dat je denkt van alsjeblieft wat snel roze. Maar dan zeiden de medici ook tegen mij, als jij nou een voorgrond had gehad, had je geweten dat het kindje best wel een tijdje zonder zuurstof kan. Dus het moest meegenomen worden, helemaal uitgezogen. En toen kwam het vruchtwater eruit en toen werd het uiteindelijk roze. Maar zijn die medici dan ook altijd blij met jou? Want misschien denken ze, dan heb je een iets wat hysterische fotograaf achter in de hoek. Die zelf begint te huilen. Nee, ik heb het niet in de gaten gehad. Maar ze zijn vaak heel behulpzaam. Zoals met Bobby Eden, die zaterdag is bevallen, mocht ik zelfs mee de OK in, de operatiekamer tijdens de keizersnee. En dat is toch wel echt een grote open wond operatie. Ja. Dus dat je dan mee mag is heel uniek. Dus dat was voor mij echt een droom die uitkwam. En het ziekenhuis gaat dan in samenspraak, gaat dat met jou en de artsen? Het is vaak afhankelijk van wie in de OK het hoofd leidt. De een heeft zoiets van nee, absoluut niet. En de ander is toch wel flexibel, die denkt het is toch ook wel weer gaaf om dat vastgelegd te hebben. Heel bijzonder. En Joost, ik weet niet, heb jij kinderen? Toevallig? Nee, ik heb geen kinderen. Maar stel dat jij kinderen krijgt, zou je dan Lisette misschien uitnodigen om erbij te zijn? Ik heb de foto's gezien en die zien er wel erg mooi uit. Dus. En zijn prachtig, hè? Ja, daar zou ik in ieder geval wel over na willen denken. Ja, de meeste mensen denken natuurlijk ook in dit tijdperk waarin alles wordt vastgelegd. Ja. Waarom bij een bruiloft wel en bij een bevalling niet? Ja, dat is ook zo. En je ziet ook gewoon, dit zijn de oprechte reacties. De echte, niet in scène gezet van kus elkaar, geef elkaar een dikke knuffel. Maar het is gewoon de officiële huilende, de tranen en het geluk vooral. Na de tijd als de baby er eindelijk uitkomt van pijn, het wisselt heel snel, pijn, geluk.
alle dingen liefde, door elkaar. Heel mooi, ja. Nou, ik hoop ook voor harte dat het met jouw zusje bij jouw bevalling heel erg goed gaat. Ja, veel succes daarmee. Dank je wel. En ik hoop voor jou dat je snel een terughuis naar Tuvalu. Ja, dank je wel. Dank jullie wel voor de komst. Dank je wel.